Hoi, mijn naam is Tim en welkom bij een nieuwe team. Met vandaag 10 manieren waarop Donald Trump de wereld kan veranderen. Nummer 10. De muur bouwen. Donald Trumps verkiezingscampagne was gebaseerd op het bestrijden van illegale immigratie, omdat er naar schatting ongeveer 11 miljoen illegale immigranten in de Verenigde Staten wonen. 52% ervan komt uit Mexico. Zijn plan om een muur te bouwen van 3100 kilometer lang aan de grens van Mexico werd daarom een van zijn meest bekende verkiezingsbeloftes. Trump beweert dat de kosten ergens tussen de 10 en 12 miljard zullen zijn. Alhoewel de meeste experts verwachten dat de echte kosten nog veel hoger zullen zijn, bijna 25 miljard. En de rekening daarvan? Die moet naar Mexico. De president van Mexico heeft al aangegeven dat Mexico dit niet gaat betalen. Sinds de verkiezingen heeft Trump al vele keren gezegd dat die muur er moet komen. Gelukkig vindt hij het ook goed als er op sommige plekken een hek komt. Hoe dan ook, het is vrijwel zeker dat de relatie tussen de VS en Mexico drastisch gaat veranderen. Aangezien Trump Mexico ervan heeft beschuldigd dat ze drugs, criminaliteit en verkrachters naar de VS hebben gebracht. De impact van dit soort opmerkingen is altijd moeilijk te meten. Maar alsnog is het Trump gelukt 29% van de Latino's op hem te laten stemmen. Dat is meer voor de Republikeinen dan bij de vorige verkiezingen. Op zijn website staat ook dat hij een belasting van 35% wil invoeren op producten van Mexico naar de VS, om te voorkomen dat bedrijven naar Mexico gaan verhuizen. Nummer 9. Het nucleaire akkoord met Iran. Het nucleaire akkoord met Iran van 2015 verlaagde de extra kosten voor het exporteren van producten naar dat land, zolang ze geen onderzoek zouden doen naar nucleaire wapens. Donald Trump vond dit akkoord echter het slechtste akkoord ooit gemaakt. Hij zegt dat dit akkoord niet een goede reden zou zijn om te stoppen met het ontwikkelen van nucleaire wapens. Er is ook bewijs dat dit misschien het geval is. In november 2016 bleek uit een verslag van de VN dat Iran voor de tweede keer sinds het akkoord is afgesloten te veel zwaar water in het bezit had. Een materiaal dat gebruikt wordt in nucleaire reactoren om het veilig te houden. Trump zegt dat het verbreken van dit akkoord zijn nummer 1 prioriteit wordt. Ondanks dat de minister van Buitenlandse Zaken van Iran hem aandringt dat niet te doen. Dit zou de banden tussen de VS en Iran omlaag trekken, terwijl ze juist nu beter zijn dan in de afgelopen decennia. Volgens een vertegenwoordiger van de VN-veiligheidsraad, Sir John Sowers, zou het de totale situatie in het Midden-Oosten veranderen als Iran in het bezit is van nucleaire wapens. Het zou ze immuun maken tegen iedere aanval. Het is dus erg belangrijk dat Trump deze situatie voorzichtig aanpakt. Nummer 8. Obamacare. Iets waar Trump al de hele campagne over praat is het terugdraaien van Obamacare, hetgeen waar Obama juist bekend om stond. Trump heeft op zijn eerste dag als president al een van de eerste stappen genomen, maar dit was voor hem nog niet genoeg. Obamacare werd geïntroduceerd in 2010 en was bedoeld om de zorg voor iedereen beschikbaar te maken, ook voor de mensen die het niet konden betalen. Obamacare kreeg al eerder weerstand omdat sommigen bang waren dat de normale zorgverzekering hierdoor een stuk duurder zou worden. En omdat ze het niet eerlijk zouden vinden dat zij moeten betalen voor de zorg van anderen. De Republikeinen hebben meer dan 50 keer geprobeerd Obamacare aan te passen. Nu, met een Republikein als president, zal dat een stuk makkelijker gaan. Op zijn website belooft Trump dat Obamacare compleet zal veranderen. Waarschijnlijk zullen miljoenen Amerikanen hierdoor hun zorgverzekering niet meer kunnen betalen. Maar na zijn ontmoeting met Obama op 10 november zei Trump ineens dat hij het misschien ook niet zou aanpassen, of tenminste niet helemaal. Omdat hij het wel eens is met de regel waarbij bedrijven patiënten niet kunnen afwijzen vanwege hun medische klachten. Alleen door rustig af te wachten weten we hoeveel er uiteindelijk overblijft van Obamacare. Nummer 7. De relatie met China. Het is al lang duidelijk dat Trump geen fan is van China. Tijdens zijn campagne gaf hij meerdere keren aan dat China de banen van de Amerikanen afpakt en zelfs dat klimaatverandering door China is verzonnen. Maar gek genoeg lijkt het erop dat de Chinezen blij zijn met de uitkomst van de verkiezingen. Volgens China zou met Trump beter te werken zijn. Volgens de staatsmedia van het land zou Trump beter zijn dan Clinton, omdat hij zich minder snel zou bemoeien met de groeiende Chinese positie in de Zuid-Chinese Zee. Ook denken ze dat de genoemde belastingen van 45% niet haalbaar zijn, omdat Amerika's grootste bedrijf, Apple, bijna al haar producten in China laat maken, waar ze ook gelijk de meeste omzet maken buiten de VS. Dus ondanks dat Trump zoveel tegen het land heeft, zou China's militaire positie hierdoor juist kunnen groeien. Nummer 6. De NAVO. Het NAVO-verdrag werd in april 1949 gesloten om een militaire samenwerking tussen 28 landen, waaronder de VS, Duitsland, Frankrijk en Nederland, te garanderen. Maar met Donald Trump als president bestaat er een kans dat de VS zich terugtrekt uit dit verdrag.
De nieuwe president is in de afgelopen jaren enorm kritisch geweest op de organisatie, omdat het te ver achter is gebleven en andere landen profiteren van Amerika's deelname zonder veel terug te geven. Trump zegt dat Amerika het zich niet langer kan veroorloven om actief op militair gebied bezig te zijn in Europa. Zij profiteren momenteel van de enorme Amerikaanse hulp door de NAVO. Amerika heeft verschillende militaire basissen in Oost-Europa om andere landen te beschermen tegen de agressie van Rusland. Trump heeft meerdere keren gedreigd de Amerikaanse troepen uit dat gebied terug te roepen, tenzij Amerika iets terugkrijgt voor al hun hulp. Dit zou een enorme klap zijn voor de NAVO, aangezien de VS voor ongeveer 72% van het budget zorgt en voor 52% van het aantal troepen. Nummer 5. Nucleaire wapens in Azië. In een interview met Fox News in april 2016 zei Trump dat landen zoals Japan er beter vanaf zouden zijn als zij in het bezit mochten zijn van nucleaire wapens. Deze landen zouden dan niet meer afhankelijk zijn van de Verenigde Staten als er een nucleaire aanval voorkomt. Dit betekent dat met Trump als president de VS gaat proberen de afspraken over nucleaire wapens te versoepelen. Op dit moment worden alleen de VS, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China beschouwd als nucleaire wapenslanden, omdat dit zo vaststaat in een akkoord dat getekend is in 1968. En dit is niet de enige manier waarop Trump de situatie in Azië kan veranderen. Een doel van hem is het verbeteren van de relatie tussen de VS en de leider van Noord-Korea, Kim Jong-un. Het is moeilijk te voorspellen wat voor relatie dit zal worden, aangezien Trump heeft gezegd dat hij een slechte man is, maar ook heeft gezegd dat ze graag met hem willen onderhandelen. Misschien is hij de persoon die ervoor kan zorgen dat Noord-Korea een betere band krijgt met het Westen. Vooral omdat de door de staat bestuurde media Trump een wijze politicus noemde. Nummer 4. De economie. Direct na de uitslagen van de verkiezingen maakte de wereldeconomie een korte achtbaan. Zoals verwacht kelderden de beurzen van handelsbedrijven, maar tegen alle verwachtingen in groeide deze alweer tegen de tijd dat de beurzen de volgende ochtend weer opengingen. Aan het eind van de dag was de beurs zelfs met 1% gestegen. Dus wat zal dat betekenen voor de toekomst van de economie met Trump als president? Zal het zo onvoorspelbaar blijven als in het begin? De plannen van Trump moeten in de VS voor lagere belastingen en meer dan 25 miljoen banen zorgen binnen de komende 10 jaar. Analisten van over de hele wereld voorspellen echter dat de rijkste mensen, dat is 1% van het land, haar inkomen in de komende 10 jaar zal zien verdubbelen. Terwijl de mensen met het laagste inkomen, ruim 25% van de Amerikanen, slechts een vooruitgang van 2% zal zien. Daarnaast is de kans groot dat Trump de vrije handel zal afschaffen, waarvan de gevolgen zelfs door de beste analisten niet voorspeld kunnen worden. Nummer 3. Vluchtelingencrisis. De nieuwe president heeft nog weinig losgelaten over hoe hij wil omgaan met het probleem in Syrië, behalve dat hij heel IS plat wil gaan bombarderen. Hij heeft wel duidelijk gemaakt dat hij Amerika's positie in het probleem wil veranderen, aangezien inmiddels meer dan 11 miljoen Syriërs hun land zijn ontvlucht. Tijdens zijn campagne heeft Trump continu gezegd dat Amerika's huidige beleid over de vluchtelingen de nationale veiligheid van het land niet kunnen garanderen. Daarom stelt hij voor de invoer van vluchtelingen stil te leggen, vooral vluchtelingen uit islamitische landen, totdat er een manier is om vluchtelingen te onderscheiden van mogelijke terroristen. Dit is volgens hem de enige passende oplossing. In december 2015 stelde Trump ook voor om alle moslims die de VS in probeerden te komen af te wijzen, om zo islamitisch extremisme tegen te gaan. Inmiddels heeft hij dit voorstel teruggetrokken en is ook alles hierover verwijderd van zijn website. Nummer 2. De relatie met Rusland. De relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland is op dit moment enorm gespannen. De twee landen zijn het oneens over wat de beste manier is om de situatie in Syrië te behandelen. Ook hebben beide landen hun nucleaire arsenaal uitgebreid en zijn hun troepen gaan trainen voor een mogelijke oorlog. Rusland deed in oktober 2016 een extreem grootschalige oefening over hoe ze een nucleaire oorlog moeten bestrijden, waaraan maar liefst 40 miljoen mensen meededen. Zou de relatie met Trump als president misschien iets minder gespannen worden? Trump gelooft van wel. In tegenstelling tot Obama heeft de nieuwe president Vladimir Poetin een sterke leider genoemd met wie hij graag in een goede relatie wil. En dit optimisme is ook aanwezig bij Poetin, die een van de eerste was om Trump met zijn overwinning te feliciteren. Na de uitslag van de verkiezing stuurde Poetin de nieuwe president een bericht waarin hij zei dat hij vooruitkeek naar een nieuw tijdperk waarin er beter contact is tussen Moskou en Washington, wat zowel in het voordeel is van Rusland als van de VS. En dan op nummer 1, klimaatverandering. In november 2016 kwam nieuwe informatie naar buiten waaruit bleek dat de aarde misschien nog wel gevoeliger was voor broeikasgassen dan eerst gedacht werd. Eerst werd geschat dat de aarde tegen het jaar 2100 met 2,4 tot 4,8 graden Celsius opgewarmd zou zijn. Na de nieuwe onderzoeken zou dit zelfs 7,4 graden zijn, wat volgens de onderzoekers mogelijk dramatisch is.
De kans is groot dat het ijs op de polen steeds sneller gaat smelten, er steeds vaker extreem weer voorkomt en het waterpeil van de zee stijgt. Het is daarom noodzakelijk dat Amerika, het land dat voor 16% van alle broeikasgassen zorgt, hard werkt om de uitstoot van deze gassen te verminderen. Het probleem is alleen dat Trump niet gelooft dat klimaatverandering door de mens komt. Ook al zeggen 84% van alle onderzoekers het tegenovergestelde. Op zijn website is zijn standpunt over luchtvervuiling niet te vinden. Maar hij heeft tijdens zijn speeches wel gezegd dat hij geen voorstander is van het beschadigen van de economie om zo luchtvervuiling tegen te gaan. Terwijl Trump toegeeft een voorstander te zijn van schoon water en een schone lucht, wil hij alsnog veel minder geld uitgeven aan een fonds dat klimaatverandering bestrijdt. Ook wil hij Amerika uit het klimaatakkoord van Parijs halen, waarin staat hoe landen met luchtvervuiling om moeten gaan. Tot zover deze team. Wil je nog een video zien? Klik dan op de video in het midden en vergeet je natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal. Dan zie ik jou volgende week vrijdag weer in een nieuwe video. Tot ziens!